dag van het deeltijds kunstonderwijs. De gelegenheid bij uitstek om Kunstacademie Ter Beuk in Lokeren beter te leren kennen. En zo denken ook honderden ouders en kinderen. Wat schuilt er achter deze muren en wat zijn de mogelijkheden? De komende weken nemen we je mee in een wereld waar creatief talent zich ten volle kan ontplooien. Vandaag wonen we een repetitie bij van Lien, Ruud en Valerie bij hun harmonie in Zeelen. En we zien of Ewout van Eetvelde naar het conservatorium mag in Gent. Het einde van het schooljaar komt dichterbij. De kleine inwoners van Park Ter Beuken zullen het gemerkt hebben, want in en rond de academie is het kalmer dan anders. Leerlingen muziek en woord leggen hun laatste examens af en de laatste punten worden geteld. Nog tot eind deze maand is in de lokale van de beeldende kunst een tentoonstelling met alle werken van het afgelopen jaar te zien. En daarna is het tijd voor de jaarlijkse pauze. Voor de lessen althans, want velen zijn ook buiten de academie met hun passie bezig. In Zeelen bijvoorbeeld komen de drie saxofoonvriendinnen samen bij de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia in Zeelen. Het is repetitie van de jeugdharmonie. En dat is dus elke vrijdag van 8 tot 10. We gaan best naar binnen gaan, zeg hier. Ja, ik denk het. Dat is ook wel leuk, omdat je leert iets in de muziekschool en dan kun je dat in het echt doen in de harmonie en dus samenspelen en zo. En dat is gezellig. Het is een heel leuke sfeer. Het is gewoon supergezellig ook. En je leert heel veel bij. Want als je alleen maar je instrument speelt, is dat anders. En dan leer je nu ook met andere instrumenten omgaan. En weet je ook hoe dat die klinken en zo. Want anders ben je alleen maar met jezelf, met je eigen instrument bezig. De instrumenten goed op elkaar afstemmen is dus de boodschap. Het is een stap die je maakt voor het leven, het samenspelen met lotgenoten, medemuzikanten, die stopt niet. Hè. Dus mensen die eenmaal in de harmonie beginnen, die doen heel lang voort, totdat ze eigenlijk niet meer kunnen. Oud, drum of saxofoon, allemaal spelen ze en genieten ze samen. Met mooie muziek tot gevolg. Maar daarvoor is toch ook wel een beetje talent nodig. Ja, op de muziekschool of de academie leer je eigenlijk veel de theorie en zo. En dan kun je dat hier eigenlijk toepassen, maar hier leer je ook veel dingen. Maar het zou langer duren eer dat je goed bent hier als je niet naar de academie gaat. Maar geen accent geven, ik vond de klank leuk. Veel leden van de harmonie zijn dus leerling van Academie Ter Beuken in de afdeling van Zeelen. Dirigent Stijn Heijden was dat vroeger ook, maar hij zat toen wel in de afdeling van Lokeren. Ja, dat was een heel leuke school om naartoe te gaan. Heel rustig, heel sereen van sfeer. Met dat park er rond, eigenlijk prachtig om les te volgen. De basis die je leert op de academie, die kun je hier gebruiken en is wel vereist om een verdere carrière uit te bouwen. En een muziekcarrière uitbouwen, dat is de wens van Ewout van Eetvelde. Een muzikale duizendpoot die we de afgelopen weken leerden kennen. Al 9 jaar komt hij wekelijks naar Kunstacademie Ter Beuken en sindsdien is hij iedere dag met muziek bezig. Hij hoopt dan ook om nu de grote stap te kunnen zetten. Met dit nummer heeft Ewout onlangs zijn toegangsexamen afgelegd in het Conservatorium van Gent. Hij hoopt nu in de richting jazz en de lichte muziek te geraken. En dat is net hetzelfde dat zijn leerkracht Nico gedaan heeft. Dus hij weet maar al te goed hoe moeilijk het is om binnen te geraken in het conservatorium. Het verschil tussen vroeger en nu, zeker de richting waar ik uitkom, wat Ewout ook wil doen, de jazz en lichte muziek, dat was toen de eerste jaren dat dat bestond aan het conservatorium. In Antwerpen was dat toen het derde jaar.
En ook die vooropleidingen op de academies, dat stond nog in zijn kinderschoenen. Wat dat maakt dat dat nu, zoveel jaar later, dat die leerlingen veel meer voorbereid zijn. Dat die vooropleiding veel grondiger is. Dus dat het niveau van de mensen die aan het ingangsexamen deelnemen gewoon ook hoger is. En die gedachte dwarrelt ook al weken rond in het achterhoofd van Ewout. Want hij is bang dat hij niet aan het hoge niveau heeft voldaan door de omstandigheden. Eerst dat fucking tot straks. Kijk, ik hoop dat ik al een mailtje ga. Ja, maar wat hij verteld had, dat hij al niet luid genoeg stond en dat hij te snel had ingezet. En gitaar is natuurlijk een heel populair instrument. Dus ja, er zijn heel veel mensen die ingangsexamen komen doen. En het zou misschien een net niet kunnen zijn. Of een net wel. Ja. Wel, eens hier. Is het nu ja of nee? Het antwoord op die vraag zit in de mailbox van Ewout. En het is goed nieuws. Allee, proficiat. Oh. Proficiat. Ik ben trots op u, echt. Merci. Merci. En wat zei de oma? Ze zijn allemaal content, hè. Ze zijn allemaal super content. Dus, hè. En een beetje ontroerd? Een beetje wel. En we stoma Gent er nog iets bij te zeggen? Ja, ze moesten nog een klein preekje bijgeven, maar... Ik had het niet verwacht. Echt niet, ik had het niet verwacht. Zeker na Ewout zijn examen belde hij onmiddellijk op en zei, ja, het is niet gegaan, het was slecht en ik heb slecht gespeeld en het ging niet en we fouten gemaakt. Ik dacht, ja, op naar het volgende. Ik had mij al bijna ingeschreven voor een examen pop en ik had al naar universiteiten in Brussel zitten kijken. Kijk, ik zit goed nu, ik zit goed. Het is allemaal haar schuld. Dus je moet nu niet zitten denken van... Ja, ik geef toe, dat heb ik bij alle drie verplicht naar de muziekschool gaan. Maar ik heb dat zodanig proberen te verkopen dat dat een mooi verhaal was, een leuk verhaal was. Dat ze blij mochten zijn, dat het een cadeau was dat ze naar de muziekschool mochten gaan. En alle drie zijn ze zeer graag hier in Loken naar de muziekschool gegaan. Ze hebben ook het geluk gehad van ongelooflijke leerkrachten gehad te hebben. Hilde van Avermaat, ik mag misschien haar naam niet noemen, maar dat is een leerkracht uit de 1000. Mm-hmm. Ewout beseft dat hij veel te danken heeft aan de Academie ter Beuken. Merci. Ja, sowieso. Ik ben opgegroeid als muzikant in die muziekacademie. Mijn eerste noten die ik heb gespeeld waren waarschijnlijk ook op de academie. Klassieke gitaar en nu jazz. Dus sowieso, ik heb er superveel aan gehad. Sowieso. Ik ben zelf naar een muziekschool geweest, niet hier in Lokeren, jammer genoeg. En ik heb dus ervaren hoe het ook anders kan. Ik heb het na een paar jaar opgegeven. Het was saai, niet motiverend. En ik moet zeggen, hier in Lokeren, ik heb heel veel leerkrachten de revue zien passeren bij alle drie. Ik moet zeggen, hier in Lokeren is het echt... Ofwel hebben jullie alle drie geluk gehad, kan ook, maar ik denk het niet. Een gedreven directeur nu, daarvoor de vorige ook... Absoluut. Mm-hmm. Gedreven leraren en dat maakt verschil, hè. Dat maakt gewoon het verschil. Ik heb er niet voor eten. De kinderen hier leven alle drie voor eten. Dat is niet te veel. Val nog mee, meer voor de muziek. Muziek is nog belangrijker dan eten. Dat is ook voedsel. Muziek is voedsel en dat geldt voor veel leerlingen. Ook jij hebt de afgelopen weken kunnen proeven van wat deze kunstacademie allemaal te bieden heeft. Muziek, woord en beeldende kunst. Binnen elke tak leerden we mensen kennen en zagen we welke impact de academie heeft op hun passie en hun leven. Straks gaan de deuren dicht van deze academie, maar in augustus gaan ze terug open. Want dan is er de Summer School What's Your Story? Leerkracht Benjamin van Toerhout, bekend van televisie en theater, stuurt je de goede baan op. Er zijn eigenlijk twee stages, dus we hebben eigenlijk een schrijfstage. Omdat heel veel mensen graag schrijven, maar heel weinig mensen durven daarmee naar buiten komen. En bij de theaterblok keren we het eigenlijk om. We gaan eigenlijk op 4-5 dagen een verhaal in elkaar schrijven. We gaan eigenlijk proberen
een voorstelling maken. Dat is wat dat ons bindt. Dus dan gaan we met de nodige power en intensiteit op 4 dagen ons doorsleuren. Een ideaal moment dus om te proeven van de boeiende theaterwereld. Wil je zelf graag aan de slag met een instrument, of met penseel, of met theater, dan kan je jezelf inschrijven voor het nieuwe schooljaar vanaf 25 augustus. Voor meer informatie kan je surfen naar lokeren.be/kunstacademie. En daarmee ronden we deze reeks af. Bedankt voor het kijken naar Villa Artistiek.